Ik heb de opstelling nog niet in de groep aangegeven, maar daar gaan we wat dingen veranderen, ja. Welke posities moeten we dan bijvoorbeeld denken? Nou, dat wil ik eerst aan de groep zelf vertellen. Ik ben fit teruggekomen en focus op Emmen nu. Stel dat Jong Turkije jou weer oproept en je hebt weer de kans om 92 minuten te maken, terwijl je eigenlijk misschien wel vanuit de club 45 minuten zou maken. Wat beslis je dan? Nou, dan wordt het 45. Dus in die zin heb je er wel van geleerd? Zeker, absoluut. En dan morgen dus de wedstrijd tegen FCM. Maar ja, het publiek gaat jou wel op het veld zien, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus ik hoop dat we een goede pot gaan spelen. En individueel wil ik ook gewoon laten zien dat ik hier weer aan de bak kan gaan. Vorige wedstrijden, met name de uitwedstrijden, kwam de Graafs dus op 1-0 voorsprong. Toen miste je een bepaalde agressie, een bepaalde killersmentaliteit misschien wel om die wedstrijd gewoon binnen te slepen, om te winnen. Merk je dat dat gevoel er nu wel meer in zit? Nou ja, goed, daar hebben we over gesproken. Alleen het gaat erom dat het herkenbaar moet zijn in de wedstrijden zelf. En dat is bij Telstra dus niet gebeurd. Dat is tegen Den Bosch uit niet gebeurd. Alleen het gaat er nu om dat de volgende wedstrijden wel voor elkaar te krijgen. Hoe heb je de afgelopen weken naar de wedstrijden van de Graafschap gekeken? Want het was niet echt feest, denk ik. Nee, het was geen feest. Alleen we moeten meer als team gaan spelen, denk ik. En gewoon vol tegenaan. En gewoon met z'n allen elkaar oppeppen en als dat nodig is af en toe op de flikken geven. Want hoe we afgelopen wedstrijd hebben gespeeld was niet echt de echte Graafschapspel. En dat moeten we wel hebben. Ik denk dat we gewoon elke keer weer kaart aan het werk zijn. En ik denk dat we de vorige keren ook, vorige wedstrijden dat ook wel in ons hadden. Alleen dat het er op de juiste momenten misschien net niet uitkwam en dat is gewoon zonde. En laten we hopen dat we morgen gewoon echt een hele goede wedstrijd ervan maken en ons ding doen wat we moeten doen. Het is niet één keer vertellen en daarna is het weer heel makkelijk. Dat is gewoon een proces en het proces duurt altijd. En ja, daar moet toch geduld in hebben, maar wel kan je dan werken. Inmiddels wel al 3 keer gezegd, is het geduld dan ook niet een keer op bij de trainer? Ja, maar als dat nog niet gebeurt, dan zul je toch moeten wachten. Volgens mij zit er niks anders op. Misschien iets met een zweep of zo. Vroeger helpt hij op dat nog wel eens. Ja, maar ik weet niet of het aan de zweep lag of misschien snapten ze het toen wel. Ja, in ieder geval, het belangrijkste is dat de spelers het gaan herkennen en dat gaan uitvoeren. En met de zweep of zonder zweep, ja, ik weet niet of dat helpt.